Nou, hier wonen ze dus ergens met z'n viertjes. Dat is eigenlijk best een bijzondere plek voor een gezin zonder ouders. Vandaag in Jong, ik zorg voor mijn broertje en zusje. In januari 2011 overlijdt Anita van Wanrooy en laat ze 4 kinderen achter. Chantal en Bertie uit haar eerste huwelijk en de 12-jarige tweeling Toby en Christy uit haar tweede huwelijk. Ik had ook echt al zoiets van, dus man, die kan gewoon dood gaan. Dat gaat gewoon niet, mag helemaal niet. De vader van de tieners Toby en Christy woont vanwege dementie al in een verpleeghuis. Na de dood van hun moeder zijn de kinderen daarom alleen achtergebleven en wonen met z'n vieren in het veel te grote ouderlijk huis. Waarom ruim je het dan niet op? Doordat moeder Anita door alle chemokuren een zwakke weerstand heeft gekregen, wordt een gewone longontsteking haar uiteindelijk fataal. Vlak na de geplande operatiedatum overlijdt ze, tot grote verbijstering van al haar 4 kinderen. Dus wat was toen de situatie hier in huis? Dat jij er alleen voor stond met Bertie en de tweeling? Ja, 2 dagen voordat mijn moeder stierf, hebben we nog geregeld dat de voogdij op mijn naam zou komen. Want anders loop je ook nog het risico dat de jongste 2 kinderen natuurlijk uit huis geplaatst zouden worden. Moest je daar lang over nadenken? Nee, daar hoefde ik niet over na te denken. Christy gaat op de hoek zitten. Bertie en Chantal vertelden mij dat ze zich heel vaak groot houden om het verdriet maar niet te laten zien. Want ben je wel eens verdrietig? Of stop je dat weg? Of hoe gaat dat? Ik ben wel soms verdrietig, maar dan zien ze het nooit. Want wanneer, wat zijn de momenten dat jij verdrietig bent? Als ik op bed lig en niet kan slapen. Van de rechtsbijstand is €900. En deze van het gast, daar heb ik ook nog nooit geweten waar je elk jaar zoveel aan bij moet betalen. Het is €5500, alleen van het gas. Dus dat is nog wel aan. Ja, dat is behoorlijk. Ja, kom, ik kut administratie. Ik kan me haast niet voorstellen dat Chantal en Bertie helemaal geen recht hebben op iets van financiële hulp. Gezien de uitzonderlijke situatie waar ze noodgedwongen in leven. Om dit te onderzoeken heb ik een afspraak geregeld bij het juridisch loket in Den Bosch. Jullie zijn bij jeugdzorg geweest? En hoe verliep dat gesprek? Zij konden me eigenlijk pas echt helpen op het moment dat ik wanneer de voogdij helemaal rond was. Op het moment dat de voogdij rond was, kon er niets meer gedaan worden. Dus omdat jullie de voogdij hebben, zou dat bij jullie niet kunnen? Ja, dat klopt. Dat kan ik me dus eigenlijk nauwelijks voorstellen. Want wat vindt u van deze situatie? Ik vind het bizar. Verantwoordelijkheid was, heel voorzichtig gezegd, nooit echt Bertie zijn ding. Toen hij als 21-jarige plotseling de voogdij van de tweeling op zich kreeg, zorgde dat dan ook voor een enorme verandering in zijn leven. Ja, kijk, eerst als je klaar was met werken, dan is alle tijd voor jezelf. Nou, er is natuurlijk ook heel veel tijd ingericht naar Toby en Christy. Dus ja, je bent veel meer thuis en veel meer aan het regelen. Ik ga nu met mijn vrienden op vakantie, ben ik al 2 jaar niet geweest, omdat je het gewoon niet geregeld krijgt. Je moet je eigenlijk nou met dingen bezighouden waar ik eigenlijk vroeger nog nooit aan heb gedacht. Geef eens een voorbeeld. Ja, bijvoorbeeld net als met Toby en Christy, je gaat naar ouderavond. Het zal niet vaak voorkomen dat een broer van 22 op ouderavond komt. Wij leven eigenlijk van dag tot dag en dat hebben we wel geleerd. Ja. Ik was voorheen altijd met de toekomst bezig, maar nu probeer ik er soms maar niet aan te denken. Je weet niet hoe het komende jaar weer is. Dus we doen het er maar even mee zo.